we? Nee, wacht. Mag we, hoor. De provincie Overijssel en de gemeente organiseren deze democratie spelen natuurlijk met een reden. Wij willen zoveel mogelijk inwoners van Overijssel betrekken bij de democratie en besluitvorming en informeren hoe de politiek in het echt werkt. De hele samenleving van Almelo hier veelvuldig gebruik van maakt van dit stadhuis. Maar ook omdat dit het centrum is van de Almeloze politiek en de Almeloze democratie. Daar gaan jullie ook vandaag mee bezig, met de democratie spelen hier in Almelo. En dat alles ten behoeve van de debat award van de provincie Overijssel. Ik vind het fantastisch dat dit wordt georganiseerd, want je kan niet vroeg genoeg beginnen met het oefenen in democratie. Natuurlijk hebben jullie er op school allemaal wel van gehoord, hè? Het heeft iets te maken met Griekenland, hele vroege tijden. Maar de democratie zoals we die vandaag de dag met elkaar proberen te oefenen en te gebruiken, ziet er toch wel enigszins anders uit. Steeds meer. Mijn naam is Ria Smit en ik ben docent maatschappijleer op Canisius in Almelo. En uw leerlingen zitten hier in de raadzaal en die spelen voor raadslid. Nou, dat vinden ze erg leuk. Tenminste, het is de eerste kennismaking natuurlijk met hoe gaat het daadwerkelijk in de politiek. Of ze proeven er een beetje aan. Maar het zijn 5V-leerlingen en ze hebben alleen nog maar basiskennis. En ja, dit is de eerste keer dat ze in de praktijk meemaken hoe het is om politiek te bedrijven. Ja, misschien komen ze daardoor ook eens een keer op een dinsdagavond een raadsvergadering meemaken. Nou, het zou zomaar kunnen. Ze zijn natuurlijk nog redelijk jong, 5 VWO. Maar er zijn zeker al leerlingen bij waarvan ik in de toekomst echt wel denk dat ze wel eens richting politiek zouden kunnen gaan. Nee. Nou, het is nieuw en het is natuurlijk heel erg leuk alleen al om in zo'n setting te zitten, om eens op de stoel van een raadslid te zitten, om eens mee te maken hoe het politieke spel gaat. Wij zijn namelijk van mening dat fietsen beter is voor het milieu en er hoogstwaarschijnlijk meer mensen de fiets zullen nemen en de bussen dus rustiger zullen worden. Valt er dan ook een deel van de verbetering van het fietspad weg doordat het budget was verdeeld over de bussen en het fietspad? Gaat, dat je moet spreken via de voorzitter, dat je moet wachten op je beurt, je niet zomaar iets kunt roepen zoals dat in de klas soms gebeurt. Dat is erg leuk. We hebben vandaag een mantelzorgcafé geopend. Wij gaan elke maand, de eerste donderdag van de maand, een mantelzorgcafé in deze mooie locatie houden. Voor mantelzorgers, maar eigenlijk voor iedereen die met zorg te maken heeft. Dus het is niet alleen mensen die zorgen, maar ook mensen die zorg ontvangen. En mensen die belangstelling hebben. En het is natuurlijk leuk, hè? Het is op donderdag. Hè? Wanneer precies, hoe laat? Het is elke eerste donderdag van de maand. Dus de volgende is volgens mij 3 maart. En het is altijd van 11 tot 1 op deze mooie locatie. Nou, dit is het vierde mantelzorgcafé wat we in Twente openen. Volgende maand doen we dat nog in Oldenzaal. Dan hebben we de 5. En het mantelzorgcafé is een plek waar mantelzorgers samen met degene die ze verzorgen eventjes naartoe kunnen. Ze kunnen hier degene die ze verzorgen eventjes achterlaten om zelf bijvoorbeeld even de stad in te gaan. En ze kunnen hier wat praten met elkaar, wat ervaringen delen, contact maken met elkaar en wat informatie krijgen. En stel dat je dus iemand hebt in een rolstoel, wat kan je dan voor service verwachten? Nou, iedereen kan hier natuurlijk hartstikke mooi naar binnen. Er is een invalide toilet, dus dat is ook geen belemmering. Mensen met een rolstoel kunnen met iemand meekomen, maar mogen ook alleen komen. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn, dus we kunnen nu lekker 2 uurtjes zitten. Of misschien een uurtje. En wat ook mogelijk is, is dat degene die de rolstoel duwt, zegt van goh, weet je wat, ik ga toch even lekker alleen de stad in. Ik ga even een visje en een bloemetje kopen, hè, wat er zo maakt. Wat ook kan, is dat degene zegt van ja, ik vind het heel zwaar om de rolstoel te duwen. We hebben hier gastvrouwen die mee kunnen, of een gastheer. Die kunnen mee de markt op, even het rondje lopen, of misschien heb je wellicht andere boodschappen. Eigenlijk is alles mogelijk. U vraagt en wij proberen daaraan te voldoen. Wat is de rol van mantelzorg in deze samenleving?
Nou, die is belangrijk en die wordt nog veel belangrijker, want we leven in een samenleving waarin we eigenlijk het geld voor de zorg steeds meer besteden aan de ingewikkelde zorg. En dat betekent dat we steeds meer op onszelf zijn aangewezen, we moeten steeds meer zelf doen en voor elkaar zorgen, oog en oor hebben voor elkaar. Dus die informele zorg wordt steeds belangrijker. Mantelzorg is van alle tijd, is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven. Maar we proberen mantelzorgers, mensen die zorg voor de naasten, zo goed mogelijk te ondersteunen om hen zo lang mogelijk in staat te stellen om als mantelzorger actief te zijn. Ja, meen je, 40, joh. We waren vaak opgestaan gezin. Wat heeft dat paard nog gekregen van Stichting Het Veurbroek? Nou, we hebben dit paard voorzien van een compleet nieuw paardentuig van topkwaliteit leer, waarmee ze heel veel jaren vooruit kunnen. Ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. Erg mooi. Dit is nog aangevraagd in de tijd dat Henny Nijhuis nog leefde. En die had nogal wat zorg om de kinderboerderij. Dus ja, eigenlijk zou het fijn zijn geweest als hij er nog bij was, maar helaas. De Stichting Veurbroek is opgericht in de tijd als voorloper op het wijkcentrum. Daar hebben we jarenlang naar allerlei activiteiten georganiseerd. Helaas heeft de gemeente besloten dat het verstandig was om met de agres in zee te gaan. En toen bleven wij achter met nog een bedrag op de bank. En dat bedrag was in de wijk verdiend. En wij vonden dat we dat in de wijk moesten uitgeven aan activiteiten waar de wijk profijt van heeft. En vooral Henny Nijhuis was daar een enorme promotor van. En die heeft heel veel zaken naar voren gebracht. Nou, dit is er één van. Dus we staan hier nu geld uit te geven wat in het wijkcentrum verdiend is. Ter voorliggende wijk. Nou, heeft de Stichting Veurbroek nog meer geld in kas? Er is nog wel wat, ja. Dus het is geen heel groot bedrag meer. We kunnen nog wel een aantal activiteiten in de wijk sponsoren, ja. We hebben onder andere een vaatwasmachine gegeven aan de bewonersvereniging van de Beekrede. Dus die flatgebouwen hierachter, die appartementen hierachter. We hebben de club voorzien van subsidies voor een aantal activiteiten die zij gedaan hebben. We hebben het Beeklust, de stadsboerderij, al eerder voorzien van staattafels en stoelen om in de zomer de mensen een drankje te kunnen serveren. En nou goed, er zullen nog wel weer wat aanvragen binnenkomen, neem ik aan. En er is nog een compleet bestuur? We zijn nu nog met z'n drieën. En dat is genoeg, want we hoeven in feite alleen maar geld te beheren, te kijken wat er binnenkomt aan aanvragen. En als dat voldoet aan dat het feit in de wijk gebeurt en dat het voor de wijk is en dat er bij voorkeur ook van nou wijkbewoners bij betrokken zijn, ja, dan hebben ze een aardige kans. Thank you.
Het was echt een close finish. Bij Heracles, maar kan ook genieten van de dansers naast mij. Het gaat mij erom het bewegen, het enthousiasme wat men heeft, en daarmee sluit ik aan wat net gezegd werd ook, dat is een mooie combinatie, ook met betrekking tot gezondheid. En Heracles heeft weer winnen, joh, dat doet ze, en Heracles heeft weer winnen, nog voor de wedstrijd is begun. En verspilt ze tussenkeer, maakt niks goed, ja maakt niks goed, en verspilt ze tussenkeer, doe een bol, wint ze wat weer. Ja, ik ga naar de Spelen, dus het lukt. Ik heb met almeloze bedrijven heb ik het inderdaad wel geflikt. Heel goed. Dus je bent ook commercieel slim. Ja, ik doe die opleiding, dus dan. Je bent er nog. Goed, vanavond ben je hier en ben jij gekozen tot sportvrouw van Almelo in 2015. Kijk me nou eens heel diep in mijn ogen. Had je dat verwacht? Ja, ik ga naar de Olympische Spelen. Dat zou wel een beetje raar zijn dan. Ik moet eerlijk zeggen, Iris heeft het ook fantastisch gedaan in 2015. En zij verdient ook een prijs. Dat betekent dus dat jij naar de Olympische Spelen verhuist. En daar leek het in december al helemaal niet op. Of helemaal niet, 8 seconden. Ja, ik kwam inderdaad 8 seconden tekort. En toen na die 8 seconden stortte mijn wereld eigenlijk een beetje in. En ja, ik moest een uur na dat moment moest ik weer de mat op. En daarna had ik een maand van ellende. En na die maand ellende heb ik mij in januari toch weten te plaatsen. Gefeliciteerd heren. Nog even op de foto. Heel mooi. Dan gaan we verder. Ja, het was een druk jaar, maar uiteindelijk heeft het wel laten zien in resultaten. Ik ben 2 keer Europees kampioen geworden in 2 verschillende gewichtklasses. En dat doe je met de sport kickboksen. Ja, dat klopt. Ja. 2015 voor jou een succesvol jaar, Europees kampioen zeg je al. Waar was dat precies? In Engeland. Ik ben 2 keer in Engeland Europees kampioen geworden. 1 keer in Oakhampton, dat was de eerste keer, en 2e keer in Aylesbury. Vandaag vieren wij in het Mama Café de Nationale Voorleesdagen. Dat is een landelijk leesbevorderingsproject wat elk jaar weer terugkomt. En we hebben vandaag een activiteit georganiseerd in het Mama Café. Het Mama Café organiseert Bibliotheek Almelo elke 2 weken samen met Loes en de verloskundige praktijk Almelo. Elke 2 weken staat weer een ander thema in de belangstelling. Nou, vandaag is dat dan voorlezen, omdat het zo ontzettend belangrijk is om al op een hele jonge leeftijd te beginnen met voorlezen. Ik kom vandaag voorlezen uit het prentenboek van het jaar. We hebben er een geitje bij en dat doe ik in het theaterpersonage Loet. En ik speel als Loet in het theater en op festivals. En ik kom ook in bibliotheken, boekhandels. En er is mij gevraagd om het prentenboek van het jaar voor te lezen. Wie weet, wat is dit voor een dier? Een paard. Ja, goed zeg. Een paard. Heel goed. Hey, ik ben zo blij. Oh, zeg Mick, waarom bent u dan zo blij? Meneer het paard. En hij denkt, visje, visje in het water. Visje, visje in de kom. Visje, visje kan niet praten. Visje, visje. Maar dat liedje ging over een vis. Dat is toch geen paard? Oh, nee, zeg niet. Maar ik ken geen liedje over een paard. Dankjewel, high five. Goed gedaan zeg. Applaus. Ja. Als jonge kinderen tot ongeveer 1,5 jaar, als die worden ingeschreven als lid bij de bibliotheek, dan krijgen ze dit koffertje cadeau. En in dat koffertje daar zit een prentenboekje, een stoffenboekje. En dat is bedoeld om ouders echt te stimuleren om heel veel voor te lezen aan hun kinderen.
Wat doe je zoal voor werkzaamheden? Ik ben een make-up artist en hairstylist. Hoe lang doe je dit werk al? Nu ruim 15 jaar. Ik denk zelf dat ik goed ben in totale creaties maken. Dus make-up en haarstyling, soms knippen. Verschillende kleurtjes in het haar of gekke make-ups met protheses plakken. Totale creatie maken. Ik vond het leuk om creaties te maken, om met vorm en kleur iets te maken. Schilderen of tekenen vond ik vroeger altijd leuk. En toen kwam ik erachter dat het ook kon met make-up en zodoende ben ik in het beroep beland. Maar je stond laatst ook in de krant. Ja, dat klopt, in het Tubantia. Ja. Ja, dat is wel een beroep wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Dus ik doe ook steeds nieuwe opleidingen. Ik ben nu bezig met de opleiding protheses maken. En zo blijf je altijd bezig. Je hebt hier al wat make-up staan. Hier ligt heel veel make-up. En dat is ook echt heel erg duur. Elk jaar koop je iets bij en dan, hoe langer je werkt, hoe meer spullen je hebt. Dit kun je niet in één keer kopen, dus echt heel veel geld. Dus zo'n kwast als deze bijvoorbeeld, die kost al 60 euro. En ik heb hier zo'n 50 kwasten liggen, dus ja, reken maar uit. Ja. Ik wil sowieso veel meer bijleren. Ik doe regelmatig opleidingen en nieuwe cursussen. Elk jaar doe ik wel iets nieuws erbij. Om beter te worden, maar ook om nieuwe dingen te leren. Zodat ik echt heel allround ben. En eigenlijk alles, ik wil eigenlijk alles wel kunnen. En overal goed in zijn. Ja, ik reis 50.000 kilometer per jaar rijd ik met mijn auto door heel Nederland. Best heel veel. De meeste opdrachten zitten ook in het westen van Nederland. En aangezien ik in Almelo woon, ben je elke dag wel aan het reizen. Ja, ik ben nu bezig met een opleiding Special Effects Make-up Artist. Die duurt ongeveer 5 jaar en ik zit nu in het eerste jaar, dus ik ben nog wel even druk mee. Spannend. Ja, heel spannend. Ja, een hele leuke opleiding. Kun je zelf protheses maken of gekke special effects. Wat ze in de film eigenlijk ook altijd doen.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.